hoeveel ton moeten we nog ongeveer van de Bloemolding? Krijgen we vandaag af? We staan hier voor Stippert Plastics. Dat is mijn plastic recyclingbedrijf. We werken hier het plastic consumentenafval op tot nieuwe grondstof. De kunststofproducerende industrie zet dit materiaal direct weer in de kunststofproducten, zoals kratten, pallets, bloempotten, etc. Wij upcyclen hier het materiaal. Dat levert een mooie kwaliteit op. Dus de kunststoffen, hoe vies ze ook binnenkomen, daar maken we echt een mooie grondstof van. Ziet er netjes uit. Ja, echt goed droog ook. De drive van mij als ondernemer is het groene aspect in mijn bedrijf en het sociaal verantwoord ondernemen. Wij werken hier met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en alles wat ik hier doe is circulair en groen. Ik ben nu 5 jaar aan het ondernemen in de plasticindustrie. Het grote verschil ten opzichte van 5 jaar geleden is dat 5 jaar geleden de vraag naar gerecycled materiaal groter was dan het aanbod. Op dit moment trekt zich dat een beetje recht en moet ik ontzettend hard knokken om een stukje marktaandeel te behouden. Gedeeltelijk koop ik nog kunststoffen in, verwerk ik ze en verkoop ik ze. Maar gedeeltelijk vul ik mijn capaciteit nou op met een stukje loonwerk. Dat betekent dat ik voor de grote industrie per ton een bepaalde prijs vraag voor de verwerking van materiaal wat dus niet mijn eigendom is. Nou, de eerste batch verpakkingen is goed verwerkt vandaag. Mijn taken als ondernemer zijn heel breed. Van het aansturen van mensen tot meehelpen in de productie tot een stukje financiering. Het stukje financiering vond ik erg lastig. Via de MKB Financieringspoort heb ik een aantal opties aangedragen gekregen van mogelijke investeerders in het bedrijf of mogelijke financieringsvormen. Het heeft helaas nog niets concreets opgeleverd. Daar heeft het me wel mijn ogen geopend hoe je financiering kunt aantrekken. Ze hebben altijd goed met mij gecommuniceerd en ook daadwerkelijk een aantal interessante mensen uit hun netwerk aan mij voorgesteld. En ik hoop dat we er nog iets concreets uit kunnen halen. Of bedrijven die kunststofrecycling op willen zetten? Ja. Ik geloof dat het belangrijkste aspect van het ondernemerschap het doorzettingsvermogen is. Laat je vooral niet van de wijs brengen dat je het niet kunt, dat je te jong bent of dat de industrie niet geschikt is. Op het moment dat je echt iets wil en je gaat daarvoor, dan kun je dit ook bereiken. Mijn ambitie is om door te groeien van alleen de verwerkingslocatie van Stippert Plastics naar een totaal kunststofdorp. In dat kunststofdorp zie ik meerdere vestigingen vormen op dezelfde locatie. Waar we dus niet alleen in de verwerking stappen, maar ook in de sortering en ook in de opwerking van het product. Mijn bedrijf mag nog vele malen groter worden. Ik droom van dat kunststofdorp en ik kan niet wachten tot we daar op dat punt beland zijn.